Hoi hoi, ik ben weer terug in Nieuw-Balingen voor dag 2 van de Drentse Hooglanden Wandeltweerdaagse. Dit keer gaan we een heel andere kant op en er is ons veel heide beloofd. Ik heb ook al wat pijlen zien hangen bij het Mantingenzand, dus ik ben heel benieuwd, dat lijkt me een prachtig gebied. Het is niet zo zonnig als gisteren, een beetje bewolkt. Het is gelukkig ook niet zo warm, lekker windje erbij. Het is prachtig wandelweer. Ik ben heel benieuwd hoe mooi deze 30 kilometer gaat zijn. Aan de wandel! Hoi, normaal gesproken wacht ik altijd tot het eind om mijn mening te geven over een tocht, maar daar kan ik nou niet op wachten. Dit is zo mooi, hier word ik zo gelukkig van. Vanmorgen een wielenwaal gehoord, net na de lunch een ree gezien en ook weer 3 wielenwalen gehoord en gezien. Ze zaten elkaar achterna door de bomen en ik kon af en toe net een gele glimp van ze opvangen. Ja, de overdaad aan bloemen. Dit is ontzettend mooi. Dit is echt elke kilometer genieten. En aan de ene kant heb ik zoiets van, kom allemaal naar Drenthe. Maar aan de andere kant ben ik ook een beetje bang voor. Dat als er duizenden mensen op deze tocht afkomen, ze niet meer zulke leuke paadjes in de route kunnen opnemen. Dus laten we dit ons geheimpje houden. En vooral niet doorvertellen hoe mooi het er is. Zodat alleen de echte natuurliefhebber en wandelliefhebber naar Nieuw-Ballingen komen.
Hoi hoi. Nou, ik ben terug in Nieuw-Balingen en ik moet zeggen dat de laatste 10 kilometer ongeveer mijn mening over deze tocht niet hebben veranderd. Dit was echt een van de mooiste tochten die ik in Nederland heb gelopen. Dus diepe buiging voor de routebouwer en natuurlijk alle andere vrijwilligers die bij het maken van deze tochten betrokken waren. Dit is echt een tocht waar ik met plezier op terugkijk en zeker nog minstens een week of twee van gaan nagenieten met het kijken van de foto's en het maken van dit filmpje. Ik ben echt heel erg blij. Het is in de middag nog aardig warm geworden en zelfs een beetje benauwd. Dus ik heb het rustig aangedaan en alle rustig gepakt onderweg die er waren. En nu ga ik met een heel blij gevoel terug naar Hogeveen. Tot de volgende wandeling.